Welkom naar Devplayz Games, een leuke kanaal met een twist. Je kan van alles zien op mijn kanaal. Zou het leuk vinden als je naar mij kijkt. What's up YouTube? Gina hier van Devplayz Games. Welkom naar een nieuwe game gamenieuws. Dit keer over Pokémon die gehackt is, een populaire mode op Fortnite ineens weg is en de missende megas in Pokémon-series. We beginnen met Fortnite. Na de update van V31.40 zegt Fortnite gedag tegen de mode van Rocket Racing. Want er komt geen nieuwe updates, geen nieuwe banen. Als gewoonlijk link je in de beschrijving zodat je het zelf kan lezen. We rollen door met het ontbrekende mega's in de Pokémon-series. Onder andere Mewtwo I en Mewtwo X. Link in de beschrijving om het zelf te lezen. En nu het meest spraakmakende nieuws: namelijk Game Freak en Pokémon zijn gehackt. Heel YouTube is ontploft hiermee van PokéTubers die hierover praten, natuurlijk. Op Twitter CentroLeaks heeft natuurlijk de bestanden die gehackt zijn en natuurlijk verspreid op het mediaplatform. Laat hij zien wat er allemaal is. Onder andere geschrapte Pokémon. Geschrapte ideeën. Wat hiermee verder gaat gebeuren, is natuurlijk de vraag. Maar ik zou zeggen: check de beschrijving onder deze video voor de linkje om naar Sensoleaks zijn Twitter te gaan. Om het zelf allemaal te bekijken. En uiteraard. Zoek op YouTube voor andere PokéTubers en, po en andere Pokémon liefhebbers en andere YouTubers die over de leaks praten. En dit was het weer voor deze Game News. Vonden jullie het een leuke video? Geef het een duimpje omhoog, reageer onder in de reacties beneden wat jij speculeert wat Game Freak en Pokémon Company hiermee gaat doen. En of we ze überhaupt wat gaan doen. Ik zou zeggen: een fijne dag verder. En tot de volgende video.